NDP-parlementariërs willen dat zaken goed bekeken worden bij de behandeling van de wet ter voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering, WMTF. Deze wet handelt ook over een aantal frauduleuze en corruptieve handelingen. Patrick Kensenhuis van de NDP zei afgelopen donderdag in de Nationale Assemblée dat de regering vergunningen heeft uitgegeven voor de import van mensen naar Suriname. Uit Haiti, uit India, we noemen maar op. Er zijn een aantal mensen, de spreker heeft nog even het gehad over Burnside, waar hij busvol met Indiërs heeft gezien. Wat is het beleid van de regering met betrekking tot de bevolking, onze bewoners? Het lid Yogi sprak over, we moeten arbeiders importeren uit het buitenland, want we hebben een tekort. Maar wat is ons bevolkingspolitiek? Vermoedelijk, voorzitter, zien we dat er wel sprake kan zijn van mensensmokkel en mensenhandel. En in dat kader zal je dus een situatie hebben dat we financiële middelen verkrijgen uit een misdrijf. Graag via de spreker willen we weten wat het beleid is van de regering met betrekking tot het tegengaan van mensensmokkel en mensenhandel. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin benadrukte dat een ieder die vindt dat er sprake is van fraude of dat het gebruik van rechtsmiddelen niet juist zijn, hun klachten moeten indienen bij de daarvoor bestemde instanties. Als men zo zeker is, ik roep de mensen op om te stappen naar de instituten die daarvoor verantwoordelijk zijn om voor de vervolging en met de vervolging bezig zijn. Dus stapt u naar het Openbaar Ministerie. Play mooi, ja, probeer, geef aan, dit gebeurt en dat gebeurt. Daar help je de samenleving niet mee. De assembleeleden spraken tijdens de vergadering met als agendapunt behandeling van de wijziging van het wetboek van strafrecht, wijziging van de wet ter voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering en intrekking van de wet strafbaarstelling money laundering.